Dit is het ondernemerscollege van Baker Tilly Berk. Deze keer, hoe bouw je stevige klantrelaties? Zij is corporate antropologe en reist de wereld rond om van andere culturen te leren hoe je relaties sterker kunt maken. Hier is Jitske Kramer. Als je erbij stilstaat, moet je beseffen dat elk vraagstuk wat we hebben, elk modern vraagstuk, op enig moment al een keer voorbij is gekomen. We hebben geen nieuwe vraagstukken. Alles weten we eigenlijk al. We hoeven alleen nog maar te leren wat we al weten. De mensheid is groot, de mensheid is veel. En over de hele wereld kunnen we leren van hoe mensen dingen doen. Ik ben cultureel antropoloog en ik reis de wereld rond om te leren van wat andere mensen doen op dezelfde vraagstukken. Bijvoorbeeld fuseren. Daar kan je heel wel ingewikkeld over doen hoe dat moet. Het gaat vaak mis. Maar we kunnen heel veel leren van Indiaanse bruiloften en huwelijksrituelen in Las Vegas. En zo kun je ook, ja, hoe zeg je nou sorry? Dat is een belangrijk vraagstuk. Nou, dan kunnen we heel veel leren van de kracht van de seppuku of de harakiri uit het oude Japan. Hoe zeg je sorry? We kunnen ook cultuurveranderingen doen. Dan kunnen we heel veel leren van voodoo-priesters die heel precies speldenprikken uitdelen. Dat is wat ik doe. Leren van wat we al weten. En als je kijkt naar mensen en hoe die culturen vormen, dan is er één grote chaos. De wereld is chaos. Niks heeft betekenis van zichzelf. En samen moeten we daar betekenis aan geven. En in die betekenis komt een ordening. En die ordening geeft ons richting. Nou is het zo dat wij als mensen in die chaos allemaal universele vragen hebben. En bijvoorbeeld, hoe gaan we om met goed leiderschap? Hoe doen we goede fusies, zoals ik net zei? Wat is efficiëntie? Hoe regelen we dat met elkaar? En zo ook de vraag die vandaag staat, hoe bouw je stevige klantrelaties? We kunnen daar nieuwe dingen op verzinnen, maar we kunnen ook gewoon leren van wat we al weten. Dus ik wilde je heel graag mee op reis nemen, om eens te kijken wat we in het Midden-Oosten kunnen leren. En dan reizen we door naar Iran en dan heel kort via New York weer terug naar onze eigen klantrelaties. Leren van wat we al weten. En als we op pad gaan en op reis gaan, dan is het eerste wat we zien, als we denken aan sales en producten, verkopen en inkopen, is geld. En geld zorgt ervoor dat je iets terugkrijgt voor dat wat je levert. En wat zo bijzonder is aan geld, is dat we er allemaal in geloven. Het is nog niet gelukt om wereldwijd in één God te geloven. Het is wel gelukt om wereldwijd allemaal te geloven in de waarde van geld. En dat is best belangrijk, want als we geloven in de waarde van geld, dan kunnen we, ja, dan hoef ik niet jou als persoon helemaal te vertrouwen. Dan hoef ik alleen nog maar te vertrouwen dat jij ook gelooft in de waarde van geld. Dat maakt handel een stuk makkelijker. Dus geld is een belangrijk item. Nou, dan kunnen we daarin dingen, transacties leveren, kunnen dingen met elkaar uitwisselen. Maar dan is nog de vraag, hoe bouwen we dan een relatie dat we ook dat daadwerkelijk kunnen gaan doen? Nou, reis met me mee naar het Midden-Oosten. Een contact van mij, die heeft daar zaken gedaan. Een paar jaar geleden. En dat ging voor een groot project, een miljoenenproject. Kijk of hij een deal kon maken. En dat duurde een week, en twee weken, drie weken, een paar maanden. En hij was er heel lang mee bezig. En hoofdkantoor in Nederland zei, schiet op. Het duurt zo lang. Ben je op vakantie of wat? En vervolgens duurde het nog even. En toen kwam hij met het goede nieuws naar het hoofdkantoor. Ik heb de deal. Mooi, zei het hoofdkantoor. Kun je ze vragen het contract te tekenen. En toen zei hij, nou heb ik wel een probleem. Want ik kan ze onmogelijk zo'n dik contract nu onder de ogen schuiven. Want dat zou een absoluut signaal zijn dat ik ze niet vertrouw. Nog een paar weken verder. En uiteindelijk heeft de klant in het Midden-Oosten contract getekend, ongelezen. Want ze hebben zo'n goede band. Natuurlijk teken ik dit contract met en voor jou. Het ging heel lang goed, een paar jaar mooie relaties en mooie handel, totdat mijn contact bij dat bedrijf wegging. En toen stopten de leveringen. Waarop hoofdkantoor zei, dat kan niet, want we hebben een contract. Waarop de klant in het Midden-Oosten zei, nee, ik heb geen deal met jullie gesloten. Ik heb een deal gesloten met de man die de hele tijd hier aan tafel heeft gezeten. Hij moest terug en heeft er een paar maanden over gedaan om de relatie over te dragen. Hoe bouwen we relaties zodat we samen met elkaar handel kunnen drijven? En waar vertrouwen we dan op? En waar vertrouwen we op als het misgaat? En hoe zorgen we ervoor dat we ook daadwerkelijk doen wat de afspraken zijn? Ja, dan komen we op de vraag, wat is nou de betekenis van contract?
Wat is de betekenis van relaties? En als het misgaat, gaan we dan naar het contract kijken en kijken welke regels er zijn, zodat we die regels kunnen vormen? Of gaan we als het misgaat zeggen, ja, dan moeten we het contract dus aanpassen, want de situatie is veranderd. Ga ik via het contract, via de relaties? En de vraag hier natuurlijk is, hoe doe jij dat? En hoe doet jouw counterpart dat? Heb je daar hetzelfde beeld over? Ik ben niet van de antwoorden daarop, maar wel van de vragen. Nou, zodra we dat hebben, hebben we regels, hebben we contracten, we hebben een deal, we hebben geld, dat is fijn. En nu nog de vraag, hoe bouwen we dan de loyaliteiten zo op dat we daadwerkelijk met elkaar alles gaan regelen? Dus we hebben loyaliteiten nodig. Onderlinge loyaliteiten, een soort emotionele band, dat ik zeker weet dat we met elkaar zaken gaan doen. Nou, om dat goed te begrijpen hoe dat werkt, helpt het om te denken en te weten dat wij cirkels van relaties opbouwen. En daar een korte uitleg over. Kijk, het is zo dat er altijd een paar mensen zijn in je leven die mogen je om 3 uur 's nachts bellen om te zeggen, ik sta vast in Parijs, kom me even halen. De vraag is, hoeveel mensen zijn dat? Sommige mensen zeggen 1, 2, 3, 4, 5. Nou, niet meer dan 10. Dan krijg je daarna die cirkels van relaties, dat zijn goede vrienden. Die nodig je uit voor bruiloften, partijen, feesten. Als ze niet kunnen, dan gaat de verjaardag nog steeds door. Maar het is wel jammer. Dat zijn goede vrienden. Ergens tussen de 10 en 60 mensen. En dan heb je kennissen, die kom je de hele tijd tegen op het schoolplein. En dan heb je praatjes mee en dan zie je netwerkbijeenkomsten. Er zitten mogelijk heel veel kennissen hier. Zo, hoi, ben je er weer? Wat leuk je weer te zien. Dat zijn kennissen. En dan hebben we de openbare ruimte. Dat zijn mensen die je gewoon groeten. De tramconducteur en dan loop je gewoon langs. Nou, wat heeft dit nou met handeldrijven te maken? De vraag is, wat voor type loyaliteitsrelatie bouw jij op met jouw klant? Ga je voor een één relatie? Dat betekent voor sommige adviseurs bijvoorbeeld, je kunt me 's nachts om 3 uur bellen in deze hele ingewikkelde periode. Dan heb je tijdelijk mogelijk of altijd een level 1 relatie. Of zeg je, nou ja, weet je, ik doe gewoon even snel een deal en dan zeg ik hoi. En dan bijna openbare ruimte. En waar het misgaat, als ik bijvoorbeeld als klant denk dat we toch wel in een level 2 zitten, omdat ik al een paar jaar met jou samen zaken doe en je me behandelt als een level 4. Dan gaat er iets mis in het loyaliteitssysteem, in het reciproke systeem. En dan weten we ook nog dat je cultureel daar verschillende ideeën over kan hebben, omdat bijvoorbeeld in India mensen niet 5, 6 mensen in hun level 1 hebben, maar 100. En in level 1 zitten ook alle mensen die van jouw 100 mensen in level 1 zitten. Dan snap je een beetje waarom relaties zo belangrijk zijn. Ja. Dus, nou, dan hebben we die cirkels van loyaliteit, die cirkels van relaties, dat je weet waar zit de match. En dan komen we op de vraag, maar wat is dan een goede deal? Dus als we goede klantrelaties willen bouwen, dan willen we dat we allemaal weten, het is een goede deal. Dat hebben we lekker gedaan. Dat vinden we allemaal goed. Maar wat is nou een goede deal? Nou, om dat beter te begrijpen, kan je de hele wereld langs. Je kan naar de Albert Cuyp en zeggen, hoe werkt dat hier met die handelsrelaties? Wanneer is een goede deal? Daar vond ik wat dichtbij. Dus ik ben samen met Danielle Brown, zijn wij gereisd naar Iran. Want waar kan je beter leren over klantrelaties bouwen dan op de oude zijderoute? Dus we zijn meer specifiek naar Esfahan gegaan. Een mooie oude stad waar al in de 16e eeuw en mogelijk veel langer handel wordt gedreven. En we zijn in de bazaar gaan rondlopen en gaan kijken. En uiteindelijk besloten, we gaan een tapijt kopen. En dan vanuit het kopen van het tapijt leren over handelsrelaties. Nou, dat betekent heel praktisch dat je gewoon heel veel kopjes thee drinkt en heel veel zoetigheid eet. En zo zijn we rond gaan lopen. En gaan praten en nog eens praten. En uiteindelijk zijn we in deze winkel terechtgekomen. En hier zie je ook het tapijt dat we hebben gekocht. Het is een saddlebag. Dat is eigenlijk een tapijt wat je soort als een fietstas drapeert over een paard. Van de Bakhtiari-nomaden. En wij zaten hier en wij praten en we dronken thee en we praten nog een beetje. Maar je hebt het niet over de prijs. En je praat nog een beetje, ga nog een keertje weg, kom nog een keertje terug. Je praat nog een keertje verder. En uiteindelijk hebben we het gekocht. En in het kopen hebben we de verkopers gevraagd, kun je ons leren hoe dat hier gaat, handel drijven? Nou, de verkopers, dat zijn Sayed en Alireza. En als goede ondernemers onder elkaar hebben wij gezegd, we maken wel even reclame voor je. Dus bij deze kom je ooit in Esfahan, Aladdin Shop, hele mooie tapijten. Ik hou mij aan mijn deals, ja. En Alireza en Sayed, die vertelden ons heel veel lessen. En een paar daarvan zal ik met jullie delen. De eerste was, don't push, don't sell.
Wij verkopen geen producten. Als we al iets verkopen, zijn het verhalen en gevoelens. En ze vertelden ons over tarof. En tarof was een begrip wat ik niet kende, tot die tijd. Een oud Persisch-Iraans woord. En tarof is een soort hele subtiele, mooie communicatiedans, vol sociale etiketten, waarin ik eigenlijk de hele tijd bezig ben jou een goed gevoel te geven. En jij doet dat voor mij. Hoe dat er praktisch uitziet, is dat je bijvoorbeeld met de taxi gaat en dat de taxichauffeur aan het eind zegt, je hoeft niet te betalen. Als je dan Hollands reageert met, lekker, dat is niet de bedoeling. Nee. Dus dan zeg je, nee, ik wil heel graag betalen. Dan zegt hij, nee, dat hoeft niet. Ik wil heel graag, nee, dat hoeft niet. Dat doe je ongeveer 8 tot 9 keer. Meer dan dat je denkt, zeg maar. En uiteindelijk leef je nog steeds het verhaal dat we allebei niet betalen. Omdat we allebei elkaar een goed gevoel geven. Maar ondertussen betaal je natuurlijk gewoon. 2 verhalen. Tarof zorgt er ook voor dat je liever elkaar valse hoop geeft dan slecht nieuws. En dat is een hele belangrijke impact in de handel. Nou, en zij vertelden ons daarover. En ze vertelden ons over het tapijt. En wij wilden heel graag om het echt te begrijpen, die verhalen dan wel leven. Dus we zeiden, waar zijn jullie leveranciers? Waar haal je dan die tapijten? Nou, dat zijn de Bakhtiari-nomaden. Dus wij trokken verder Iran in. En achterop die pick-up zat ik te kijken en te denken en te luisteren. En hebben we prachtige ontmoetingen met allerlei mensen over hoe dat gaat tapijten maken. Wat het belang daarvan is. En ik moest steeds vaker denken aan het verhaal wat Sayed mij had verteld in die winkel. En zeker toen ik deze dame tegenkwam. Zij is het niet, maar Sayed vertelde mij over een oude dame waar hij was geweest toen hij een tapijt wilde kopen. Zij had een prachtig tapijt. En hij zei, ik wil het graag kopen. En toen zei zij tegen Sayed, Sayed, weet jij wat de waarde is van dit tapijt? Nou ja, ze zegt, ja, nou ja, weet je, het is deze techniek en die kleuren en dit materiaal, dus dat moet ongeveer dit bedrag zijn. En zij was stil. Zij zei, Sayed, ik vraag je, weet jij de waarde van dit tapijt? Nou, zei Sayed nog een keer, nou oké, andere berekening, dus die technieken, die kleuren, die symbolen, nou, dat moet ongeveer dat bedrag zijn. En zij was stil. En zei Sayed, ik vraag het je nog eenmaal. Weet jij de waarde van dit tapijt? En Sayed viel stil. Waarop zij zei Sayed, weet jij hoe vaak mijn kinderen zonder eten naar bed zijn gegaan omdat ik aan dit tapijt aan het werken was? Weet jij hoe vaak mijn man naar mij geschreeuwd heeft omdat ik met dit tapijt bezig was? Weet jij hoe vaak mijn eten is aangebrand omdat ik met dit tapijt bezig was? Sayed, ik vraag het je nog één keer. Wat is de waarde van dit tapijt? Wat is de waarde van de diensten, de producten die we verkopen? Wat is de waarde van de diensten, de producten die we inkopen? Weten we het echt? Wat is de energie die erin is gaan zitten? Dus wat is dan een goede deal? Een goede deal gaat verder dan de materiaalkosten. En toen kwamen we terug bij het begrip tarof. En daar hebben we, ja, samen met Danielle Brown, maar een beetje oneerbiedig checklistje van gemaakt. Het is vast niet netjes om van tarof een checklist te maken. Maar het helpt. Dus kijkend, wat is een goede deal? Een goede deal, vertelde Sayed en Alireza ons, is wanneer het goed is voor God en het universum. Dus zodra je de deal maakt, check je, wordt de wereld er beter van. Zo niet, is het geen goede deal. Een andere tarofregel is dat het goed moet zijn voor de leverancier. Krijgt die de waarde van de energie die erin zit terug? Klopt die daar? Als dat klopt, dan check je, is het een goede deal voor de klant? Is het wat de klant nodig heeft? Is het kwalitatief goed? Is het financieel goed? Klopt het voor de klant? En als dat klopt, dan check je nog voor jezelf. Ik maak nu deze deal, maar klopt dit voor mij als mens? Waarbij Sayed ons het verhaal vertelde dat er een Italiaanse dame was die heel graag een tapijt wou, maar het niet kon betalen. En hij het toch heeft verkocht. Waarop zijn vrouw zei, Sayed, je bent een goed mens. Klopt het voor jou als mens? En klopt het voor je mede-ondernemers? Want in die bazaar zijn allemaal winkels met vergelijkbare waren. En als één winkel heel goed gaat en andere gaan slechter, dan zeggen mensen op enig moment, je moet niet bij mij kopen, maar bij hem of haar. Zodat ook onderling de verhoudingen kloppen. Tarof. Prachtige lessen van de oude zijderoute. Wanneer is iets een goede deal? Nou, dan graven we nog heel even heel kort langs New York.
Gewoon omdat er hele andere lessen te halen vallen. Dus je hebt een hele lange reis gehad. Je stapt in een gele taxi. Je rijdt naar een do-it-yourself office. Daar staat een telefoon. Daarnaast een klapper. Dan zoek je de naam van je contactpersoon. Je belt je contactpersoon. Die haalt je op. Je krijgt misschien, als je geluk hebt, nog net een glaasje water. Er is geen how are you. Er is meteen to the point, cut the crap, deal or no deal. En zo kan het ook. Hoe zorgen we nou dat we met elkaar stevige klantrelaties bouwen? Ik hoop dat deze korte reis je zo wat inspiratie heeft gegeven om anders te kijken naar bestaande klantrelaties. En voor mij is daar één regel die ik daar uithaal in alle reizen die ik maak. En ik hoop dat er nog veel gaan komen. En dat is de regel dat wanneer je dealt met elkaar en zaken doet en sales en spulletjes koopt en inkoopt en verkoopt, zorg dan dat je elkaar de hemel gunt. En dat je altijd de juiste prijs betaalt. Ik wens jullie veel inspiratie. Het Ondernemerscollege. Kennis in ondernemen.